niet zo snel, Siam. Als Bashoor's wal wordt verkocht, krijg ik al het geld, toch? Jij hebt hem grootgebracht. Wat zal ik kopen? Ik heb nog nooit geld gehad. Oh nee, hij ziet er slecht uit. Ze zeiden dat ik hulp zou vinden hier in Mekka. Dat klopt. Siam! Papa, waar ga je heen? We kunnen niet gaan. We moeten eerst deze man helpen. Maar wat doen we dan met Bashoor? Weet je nog wat de Koran zegt over gulheid, Siam? Voorwaar, de mannen en vrouwen die bijdragen en Allah een goede lening geven, hij zal het voor hen vermeerderen. Als we die regel niet naleven, zijn we niet beter dan de mensen die vroeger over deze stad regeerden. Honderden valse goden waren rond de Kaaba geplaatst. En voor arme mensen zoals ik was het leven erg moeilijk. Dank u wel, meneer. Ah, die is van mij. Als ik geld uitleen, verwacht ik terugbetaald te worden. Alsjeblieft, ik heb het nodig. Mijn familie heeft honger. Daar had je maar eerder moeten aan denken. Grijp hem! Welkom in Mekka. Jullie hebben een lange reis achter de rug. Onthoud, wees vrijgevig in jullie offers. Heel vrijgevig. En de goden zullen jullie zegenen. Wat? O grote en heilige Ishizar, ik geef u alles wat ik bezit. Jij moet poetsen, niet bidden, Sumaya. Het is tijd voor de bedevaart. Ik wil dat deze goden blinken. O Mekka, bij u vinden we bescherming. En uw deugdzaamheid is als een bloem in een volle bloem. Ik heb je betaald. Geef me nu antwoord. Heb geduld, Suhail. De voorspelling van de heilige pijlen kan niet worden opgejut. Oeh, goede keus, Suhail. Ga door met het blazen van de zwaardemaker. Want de pijl zegt dat je niet zal worden gepakt. Inderdaad. Houd de dief! Ah, jij weet je slavenhoed uit te kiezen, Umeya. Alsjeblieft, laat me vrij. Alsjeblieft. Ik neem hem. Bilal. Onthoud dit. Ze kunnen je lichaam slaan, maar je ziel is vrij. Die behoort aan niemand toe. De weg. Probeer het opnieuw, jongen. Maar weet, als je verliest, word je mijn slaaf. Nee! Haha! Jij bent van mij! Dankjewel. Opstaan en wegwezen! Moet je al deze mensen zien? De meest succesvolle bedevaart in jaren! Het is maar goed dat er goden in Mekka zijn. Sommige bedevaarders zijn niet erg slim. Ze betalen het dubbele van wat de spullen waard zijn. Nee. Het is waar. We zouden stom zijn als we niet alle prijzen verhogen. Wat is er gebeurd met onze liefdadigheid? Deze bedevaartgangers zijn op een gewijde reis naar een heilige plaats. Vroeger vonden we het een eer om ze water en onderdak te verschaffen.
Nu lijkt het erop dat we trots zijn dat we misbruik maken van hun toewijding. Hier wil ik niet naar luisteren. Rustig, Abu Jahal. Abu Talib is onze leider. Ja, en hij is mijn broer. Maar dat betekent niet dat ik hier moet luisteren naar valse beschuldigingen. De pelgrims zijn uitgedroogd en zouden neervallen als wij er niet waren. We verdienen eigenlijk 10 keer meer dan we krijgen. Hij denkt dat hij de baas is, omdat zijn familie zorg draagt voor de Kaaba. We moeten onze manieren veranderen. Voorzichtig, Abu Talib. Veranderingen kunnen gevaarlijk zijn. Abu Talib wist toen nog niet dat zijn neefje Mohammed, vrede zij met hem, de wereld voor altijd zou veranderen. Mohammed klom op zijn 40ste naar een grot buiten Mekka, om alleen te zijn, te bidden en na te denken. De onrechtvaardigheid in Mekka zat hem dwars. Slavernij, vrouwenmishandelingen, gierigheid, gokken, het vermoorden van baby's en het vertrouwen in valse goden die gemaakt zijn van hout en steen, in plaats van de ene God van Abraham, Mozes en Jezus. En zoals hij ieder jaar deed, kwam hij bij de grot. Plots was hij omringd door licht. Toen hij opkeek, zag hij de aartsengel Gibriel voor hem staan. Hij was sprakeloos. Lees, zei de engel. Ik weet niet hoe, was het antwoord. Gibriel herhaalde het bevel 3 keer. En elke keer was het antwoord hetzelfde. En toen zei Gibriel tegen hem. Lees in de naam van jouw Heer de Schepper. Hij heeft de mens geschapen van een bloedklomp. Lees. Jouw Heer is de meest edele, diegene die heeft onderwezen met een pen. Hij heeft de mens geleerd wat hij niet wist. En toen verdween Gibriel. Mohammed, vrede zij met hem, was bang en verward. Hij strompelde uit de grot en rende naar huis. Hij kon niet geloven wat hij had meegemaakt. Maar toen hij afdaalde, verscheen Gibriel opnieuw en zei, Mohammed, jij bent de boodschapper van Allah en ik ben Gibriel. Hij probeerde weg te draaien, maar waar hij ook keek, Gibriel stond daar en herhaalde zijn boodschap. Mohammed, jij bent de boodschapper van Allah en ik ben Gibriel. Toen de engel weg was, ging Mohammed, vrede zij met hem, naar huis. Toen hij eindelijk aankwam, was hij nog aan het bibberen. Hij vroeg Khadija om hem te bedekken. Hij vertelde haar alles wat hij had meegemaakt. Hij zei dat hij voor zijn gezondheid vreesde of dat hij bezeten was. Maar Khadija verzekerde hem dat Allah nooit zou toestaan dat een boze geest iemand als hem kwaad zou doen. Iemand die altijd de waarheid spreekt en om de armen en behoeftigen geeft. Kort daarop ging Khadija naar haar neef die veel van godsdiensten afwist en ze vertelde hem wat er was gebeurd. Jouw echtgenoot is een profeet van Allah. De mensen zullen hem beschuldigen van leugens en andere slechte daden. Oh, en hij zal verstoten worden. Ondanks deze waarschuwingen geloofde Khadija alles wat haar man haar had verteld. En ze heeft nooit getwijfeld en was de eerste moslima. En weldra volgde er meer. Ik hoor verhalen over Mohammed. Geheime bijeenkomsten. Kom, Abu Jahal. Maar hij is iets aan het verspreiden. Ik weet nog niet wat het is, maar zijn geadopteerde zoon Zaid heeft zich aangesloten. En ook zijn neef Ali. En dan, de rest zijn bedelaars en slaven. Maar hij moet gestraft worden. Waarvoor? Voor het onderwijzen van iets anders. Kijk, Abu Jahal. Als zijn volgelingen machtige mannen waren, als zijn boodschap gevaarlijk was, zou ik hem verdelgen. Maar dit is Mohammed, Abu Jahal. El Amin, de eerlijke.
Gedurende 3 jaar preekte de profeet, vrede zij met hem, in het geheim. Het was toen, Siham, dat ik zijn preken voor het eerst hoorde. Ik weet niet of dit zo verstandig is. Je moet hem echt horen, moeder. Het komt goed, Jalile. Waar ga je elke avond naartoe? Ik ga luisteren naar een profeet van Allah. Wat heerlijk om de islam te leren van Allahs boodschapper. Zijn openbaringen, de Koran, bevat de mooiste verzen die we ooit gehoord hebben. Hij heeft ons geleerd dat de goden van Mekka geen kracht hebben. Er is maar één God. De God van Abraham, Mozes en Jezus. En je moet je totaal onderwerpen aan hem. Allah onderscheidt geen rijken en slaven. Iedereen is gelijk in zijn aanzicht. En de armen mogen niet vernederd worden. Er moet voor hen gezorgd worden. De Koran zegt, in de naam van Allah, de Erbarmer, de meest barmhartige, de meest edele van jullie is bij Allah degene die hem het meest vreest. Vrouwen zijn geen bezit. Ze zijn schepselen van Allah en net zo belangrijk als iedere man. Respecteer hen. De aarde is een gift van Allah. Verwaarloos ze niet. Jullie zijn ervoor verantwoordelijk. En weet dat jullie allemaal zullen worden berecht naar jullie daden. Velen werden die nacht moslim. We beloofden onze trouw aan de islam. Er is geen God dan Allah. En Mohammed is zijn profeet. Er is geen God dan Allah. En Mohammed is zijn profeet. Geen God dan Allah. En Mohammed is zijn profeet. Je zult het niet geloven, Amal. Hij zegt dat alle mensen gelijk geschapen zijn in het aanzien van Allah. Breng mij naar hen. Ik wist dat jij de dreiging van Mohammed spreken zou inzien. Natuurlijk zie ik dat. We moeten hem stoppen. Je kan Mohammed niet stoppen. Wat? Bilal, kom terug. Je zult geslagen worden. Ze kunnen mijn lichaam slaan, maar niet mijn ziel. Prima. Laat je ziel dan gaan. Maar breng je lichaam terug. Wat weet jij over Mohammed? Ik weet dat hij een profeet is. Profeet? Zie je wel? Het verspreidt zich als een virus. De goden zullen je straffen om die woorden, Bilal. Mohammed zegt dat valse goden geen kracht hebben. Huh? Geen kracht? Geen kracht, zegt hij. Een slaaf zegt dat de goden geen kracht hebben? Wat vinden jullie nu van Mohammeds onschuldige preken? Onze neef predikt tegen ons, Abu Talib. Wij geloven ook in een almachtige God. Jawel, maar we zeggen niet dat de rest onbelangrijk is. Wat is daar erg aan? Diegenen die naar hem luisteren zijn arm en zwak. Niet allemaal. Abu Bakr heeft zich bij hen aangesloten. Jazeker. Mohammeds machtige vriend heeft ons de rug toegekeerd. Hij is maar één man. Nee! Hij is de eerste vonk van een vuur wat moet worden geblust. Ja! Als Mohammed spreken populair worden en onze goden worden afgeschaft, zullen er geen pelgrims meer zijn. En als er geen pelgrims meer zijn, zullen wij verdwijnen. De boodschapper van Allah heeft alarm geslagen. Wat? Worden we aangevallen? Ik weet het niet. Kom op. Sumeya, kom naar de Kaaba. Snel. Yassir, kom snel. Wat is er aan de hand? Ik weet het niet. Oh, daar is hij. Hij gaat iets zeggen.
En toen zei de profeet, vrede zij met hem. O mensen van Mekka, als ik zou zeggen dat er achter mij een vijandig leger staat, zouden jullie mij dan geloven? We geloven alles wat je zegt, Mohammed. Je hebt altijd de waarheid gesproken. En hij ging verder. O mensen van Mekka, ik smeek jullie. Verlaat jullie goden en aanbid de enige God. Red jezelf van het vuur van de hel. Want ik kan jullie niet beschermen tegen Allah's straf. Ik ben net als degene die de vijand ziet naderen en zijn mensen hiervoor waarschuwt. Om hen te redden. Onze neef maakt ons belachelijk. Stop hem, Abu Talib. Weg met jou, Mohammed. Heb je ons hiervoor laten komen? Is het niet geweldig? Geloof jij deze man? Oh ja, ieder woord. Hij klimt van de heuvel af. Laten we naar hem toe gaan. Hoe durf je Mekka te verraden? Zijn de goden niet goed genoeg voor jou? Wij zullen u beschermen, boodschapper van Allah. Hoe durf je de goden te beledigen, profeet? Kom niet dichterbij. Laat ze de profeet niet raken. Blijf bij elkaar. Laat ze er niet door. Dit kun je niet maken, Bilal. Als de boodschapper van Allah niet meer in het geheim preekt, zal ik niet meer in het geheim naar hem luisteren. Wat is er hier aan de hand? Nee, ik weet het al. Mijn slaaf is een moslim geworden. Je kan mijn lichaam bezitten, maar mijn ziel... Laat me raden. Jij denkt dat jouw ziel vrij is. Nee, mijn ziel is ook een slaaf. Maar niet van jou, maar van Allah. Nu heb je ongelijk, Bilal. Alles is van mij. Alles wat jij bent. Alles wat jij denkt. Alles! Zeg het! Ontken Mohammeds boodschap. En zeg dat je ziel van mij is. Zeg het, Bilal. Zeg het. Er is geen andere god dan Allah. En Mohammed is zijn profeet. Eens kijken of je er straks ook nog zo over denkt. Ontken Mohammeds boodschap. Eén God. Zeg dat ik de eigenaar ben van je ziel. En dan verwijder ik de steen. Zeg het. Eén God. Zeg het! Omaya. Abu Bakr heeft mij gestuurd. Hij wil deze slaaf van jou kopen. Noem je prijs. Oké. 10 goudstukken. Jij denkt dat je een goede deal hebt gesloten. Zeg Abu Bakr dat ik slechts 3 goudstukken wilde hebben voor deze slaaf. Abu Bakr was bereid om 100 goudstukken te betalen. Ondanks het geweld blijft Mohammed preken. En bekeert hij onze pelgrims. Het antwoord is eenvoudig. Het licht in de Koran. Wat? Die zogenaamde openbaringen? Ach, dat is allemaal onzin! Met alle respect, Abu Jahal. Mohammeds openbaringen zijn absoluut geen onzin. Ze zijn krachtig. Eenvoudig. Niet van deze wereld. Magie? Dat is de enige rationele verklaring. Wel,
dan moeten we hem stoppen zijn magische verzen tegen ons te gebruiken. Abu Talib, we hebben veel respect voor jou. We hebben je vaak gevraagd je neef te laten stoppen met preken, maar je hebt niets gedaan. Hij is een bedreiging van de vrede in Mekka. Hij heeft juist vrede gebracht in Mekka. Je hebt zijn wijsheid geprezen, Abu Jahl. Weet je nog dat de Kaaba werd verbouwd? We stonden op het punt elkaar te doden om de zwarte steen te mogen plaatsen. Maar Mohammed kwam en... Daar gaat het niet om, Abu Jahl. Stop hem, of iemand anders doet het. Weg! Wil jij dat de Quaresh onderling bloed vergieten? Wegwezen! Zie je wel, Abu Talib? Het wordt steeds moeilijker om de vrede te bewaren. Praat met je neef, alstublieft. Omwille van de vrede van Mekka zal ik met hem spreken. Mohammed, doe de deur dicht en kom binnen. Neem plaats. Zoon van mijn broer, de Quaresh willen dat je stopt met verkondigen. Anders kan ik je niet meer beschermen. Ik ben een oude man, Mohammed. Ik kan niet vechten tegen deze mensen. Mijn buren, mijn stamleden. Mensen die we al heel ons leven kennen. Is hetgeen jij verkondigt zo belangrijk, Mohammed, dat jij en ik ons leven ervoor moeten geven? Dat er bloed moet vloeien in deze stad. In naam van de vrede in Mekka, stop met je verkondigingen. Mohammed, vrede zij met hem, werd hierdoor erg verdrietig. Maar hij zei, al zouden ze de zon in mijn rechterhand plaatsen en de maan in mijn linker, nog zou ik niet stoppen. Ik ga door totdat ofwel het woord van Allah overwint, of ik sterf terwijl ik het verkondig. Mohammed, zeg en doe wat je wil. Deze oom zal je nooit laten vallen. Nu niet en niet zolang ik leef. Wij zijn Mohammeds families en we zullen hem steunen en beschermen tegen elke prijs. Waarom? Waarom moeten wij de vijand van Mekka worden voor een man? Omdat hij onze neef is. En omdat hij niets verkeerd heeft gedaan. Ha. De grote Hamza spreekt. Wees blij dat je zo goed kunt zwaard vechten. Want dankzij Mohammed zul je het snel nodig hebben. Ik ben niet bereid te sterven, omdat hij beweert een engel te hebben gezien. Mohammed gaat maar door met verkondigen, ondanks onze maatregelen tegen de moslims. Laat hem ophouden voordat hij alles verpest. Hij komt eraan. Oh, hij is aan het bidden. Ongelovige! Hamza, je bent terug. Wat is er? Abu Jahl heeft jouw neef beledigd. Hij heeft hem voor schut gezet. Wat heeft mijn neef toen gedaan? Niets. Vanmorgen wilde hij hier pitten. Maar ik heb hem eruit gezet. Hamza! Als jij wil vechten, kom dan maar naar mij, lafaard. Hoe durf je Mohammed te beledigen, terwijl ik ook een moslim ben? Nee. Ik wist niet dat jij een volgeling van Mohammed was. Nu wel. Doe
wat je moet doen. Ik weet dat jij gelijk hebt. Ik voel het aan alles dat je hebt gezegd. En daarom zeg ik dit. Er is geen God dan Allah. En jij bent zijn profeet. Straf ze! Waar neem je haar naartoe? Laat haar gaan. Waar is mijn man? Dat doet er niet toe. Ontken Mohammed en geloof in goden of sterf. Doe het. Nee, nee. Doe het. Zeg het, moeder. Zeg wat ze willen horen. Luister naar je zoon, Sumaya. Zeg me eerlijk. Zou jij Allah en zijn profeet verloochenen om te leven? Ik. En ik ook niet. Er is maar één God. En Mohammed is zijn profeet. Beledig je mij? Dat zijn dan je laatste woorden. De eerste martelaars van de islam. Arme Sumaya. Arme Youssef. Gelukkig leeft Tamar nog. Hoe gaat het met hem? De profeet doet alles wat hij kan om de pijn te verzachten. Maar hij vreest voor ons leven. Hij zegt dat we moeten vertrekken naar Abyssinie. Abyssinie? De koning is een christen. Een aardige man die ons welkom zal heten. Ik moet de groep leiden. Ik heb de hulp nodig van een sterke man. Ga maar, Malik. Wij redden ons wel. Doorgaan. We moeten snel verder, voordat ze ontdekken dat we weg zijn. Ze zullen nu wel in Abyssinie zijn. Khalid met een groep mensen achter hen aangaan. Ze moeten terug worden gehaald en gestraft, zodat iedereen weet dat rebellie niet wordt geaccepteerd in Mekka. De ketting aan. Zegen mij voor mijn vrijgevigheid. Nou, dat is snel. Ik hoorde dat jij de koning van Abyssinie kent. Het toeval wil dat ik hem heel goed ken. Mooi. Dit is voor hem. Oh. Jij krijgt jouw deel als je hem weet te overtuigen de moslims aan ons uit te leveren. Als iemand dat kan, ben ik het wel. Ah, goed je weer te zien, Amar. Deze geschenken zijn voor u. Jouw vrijgevigheid is ongekend. U verdient veel meer. Ik hoorde dat je op zoek bent naar enkele emigranten uit Mekka. Het zijn rebellen. Ze hebben problemen gemaakt in onze stad en zullen dat in uw land ook doen.
Laat me u van ze afhelpen. Mij lijken ze niet gevaarlijk. Ze hebben een nieuw geloof dat andere geloven kapot maakt. Wat zeggen jullie daarop? Edelkoning. Kniel voor de koning. Wij buigen voor niemand, alleen voor Allah. Ziet u wel, koning. Het begint meteen al. Ik vind het niet erg. Het gaat mij vooral om hun houding tegenover God, meer dan tegenover mij. Ga verder. Tot voor kort leefden wij in onwetendheid, edele koning. Toen zond Allah een profeet. Hij leerde ons één God te aanbidden en altijd de waarheid te spreken. En goed voor onze ouders te zijn. En om onze buren en armen te helpen. Hij leerde ons dat we maar kort op aarde zijn. En alles is een gunst van Allah. De aarde, ons lichaam, we moeten ze goed verzorgen en zullen ons moeten verantwoorden voor onze daden tegenover Allah. Dat is dezelfde boodschap als die van Jezus. Nee, mijn koning. Ze hebben geen respect voor uw religie. Ze zeggen dat Jezus niet de zoon van God is, maar gewoon een man. Onze profeet heeft gezegd dat Jezus een dienaar van Allah is. Zijn woord en zijn geest die hij heeft doen neerdalen op Maria, de heilige maagd. Wat wij geloven en wat jullie geloven is net als deze twee lichtstralen. Apart, maar afkomstig van dezelfde bron. Ik zou jullie voor geen goud uitleveren. Jullie mogen hier blijven zolang jullie willen. En jij, neem je geschenken mee terug naar Mekka. Abu Jahl! Abu Jahl! Enkele rijke pelgrims dachten goed te kunnen gokken. En Abu Lahab heeft ze allemaal bloed gespeeld. Ik heb jullie daar niet verslagen. Huh? Abu Jahl's neef, Omar Ibn al-Khattab, is ook moslim geworden. Omar? Mijn Omar? De grote Omar? Ja, Omar, ja! Nee, niet Omar. Hij heeft de Koran gehoord en zijn hart werd getroffen door de puurheid. Daar weet ik wel iets op. Luister naar mij! Heilige goden, wij kunnen misschien de moslims niet stoppen, maar misschien kunnen jullie iets doen. Kop dicht, dronken lap. Vernietig ze met een plaag. Hou alsjeblieft. Dat is het. Je hebt gelijk. Echt waar? We behandelen ze als uitschot. We laten ze nergens meer toe. Geweldig. Dan vertrekken ze en verspreiden hun boodschap door heel Arabië. We laten ze nergens heen gaan. We houden ze hier, terwijl ze verhongeren. Verhongeren? Hoe? We maken een afspraak en hangen hem op in de Kaaba. Er zal opstaan dat niemand iets koopt van Mohammeds volgers of zijn beschermers. Niemand zal met hem trouwen, niemand zal hem helpen en heel Mekka zal ze als uitschot behandelen.
Dank u wel, Mohammed. De moslims werden genegeerd. Ze waren bang om in hun huizen te blijven. Ze vluchtten naar een nabijgelegen heuvel voor hun veiligheid. Dank u. Ik heb nog steeds honger, mama. Ik weet het, lieverd, ik weet het. Papa, kunnen we naar Malik in Abyssinië? Ze laten ons niet gaan, zoon. Denk je dat Malik weet wat er met ons gebeurt? Ik heb een boodschap gestuurd, maar ik heb geen idee, Hadi. Je kunt nu niet gaan, Malik. Niet alleen. Ik moet naar mijn familie. Ze hebben me nu nodig. De profeetsvrouw Khadija heeft al haar bezittingen verkocht voor dit proviant. Maar het is erg weinig. Wie had dit ooit durven denken? Het duurt nu al 3 jaar. U bent zwak, boodschapper van Allah. Ik weet dat geduld en wilskracht belangrijk zijn. Maar u kunt niet al uw voedsel weggeven. Wat is er? Zeg tegen Mohammed dat ik de boodschap zal doorgeven aan de Quaritch. U bent ziek. Ik ben gezond genoeg. Dat jij je niet gezond voelt, Abu Talib. Daar geloof ik niets van. Als ik sterf, krijg jij de macht over de raad. En dan zou je makkelijker tegen Mohammed kunnen optreden. Inderdaad, dat is waar. Wel, dan heb ik goed nieuws voor je. Mohammed heeft mij iets toevertrouwd. Als het onwaar is, mogen jullie met hem doen wat jullie willen. Als het waar is, moeten jullie de moslims weer toelaten. Wat zei hij? Hij zei het volgende. De afspraak die jullie hebben gemaakt en opgehangen in de Kaaba is aangevreten door insecten. Behalve de volgende woorden. In de naam van Allah. Goede tijden waren aangebroken. Er heerste vrede. Oh, het ziet er fantastisch uit. Dank je, Jalila. Malik? Jalil, kom snel. De vrouw van de profeet is ziek. Khadija? Oh nee. Ga, Jalila. Thank you.
alles niet meer. Ze waren 25 jaar samen. Ze was de moeder van zijn kinderen. De eerste gelovigen. Zijn steun en toeverlaat. Het was een jaar vol droefnis. Te meer omdat Abu Talib ook stervende was. O, beste neef. Ik wist al lang dat je van kleins af aan heel bijzonder was. Je bent bijzonder, hoor. Echt waar. Mijn tijd is eindelijk gekomen. Ik ben nu de leider. Ja. Althans, in naam wel. Huh? Noem jezelf koning als je wilt, maar loop mij nooit voor de voeten. Goed. Laten we ons nu bezighouden met het eerste probleem. De moslims. Nee. Mohammed. Ze lopen rond en bidden waar ze willen. Kom op, Abu Jahal. Woorden zijn soms dodelijker dan zwaarden. Haha, onze dichters. De mensen keren zich nu al tegen Mohammed. Zelfs Abu Lahab is goed bezig. Pas op, vrienden. Mijn neef, daar ginds, wil een revolutie beginnen. Hij zegt dat hij een profeet is. Maar eigenlijk is het enige dat hij wil, onze koning zijn. Hij moet boeten. Als Mohammed zegt dat jullie fout bezig zijn en dat jullie grote levensloze stenen zijn, beledigt hij niet alleen jullie, maar ook jullie voorvaderen. Hij zegt dat ze allemaal gek waren. Pikken we deze respectloosheid? Het zal niet lang meer duren voor er gevechten uitbreken. Nu Abu Talib er niet meer is om ons te beschermen, is er nergens waar we heen kunnen. Zeg, jij bent Bilal, toch? Inderdaad, ken ik? Ik ben Barra. Vorig jaar kwam ik met 12 anderen naar Mohammed spreken luisteren. Ah ja, uit Yathrib. Ik weet het weer. Wij zijn overtuigd van de islam nu. Hoor je dat? 12 gelovigen in Yathrib. Nee, honderden. De profeet moet naar Yathrib komen. We hebben... We kunnen nu niet praten. De boodschapper van Allah komt vanavond naar El Aqaba. Boodschapper van Allah... Kom alsjeblieft naar Yathrib. In onze stad is er onrust. Broeders vechten tegen broeders. Alleen u en uw boodschap kunnen ons vrede brengen. Zeg dat u komt. Als u komt, zullen we u beschermen en verdedigen. Allah heeft ons een uitweg gegeven, boodschapper van Allah. De profeet, vrede zij met hem, ging akkoord. En hij droeg ons op om naar Yathrib te gaan. Niet naar buiten. De boodschapper van Allah wil niet dat we worden ontdekt. Waarom kunnen we niet met de rest meegaan? We kunnen
kunnen niet allemaal tegelijk gaan. Dat is te gevaarlijk. We moeten gaan. Vertrokken, maar Mohammed is gebleven bij degene die zijn achtergebleven. Zo, het is tijd om te beslissen wat we met Mohammed doen. Gooi hem in de gevangenis. Nee, gooi hem het land uit. Ja, ja. Stuur hem de woestijn in. Laat hem gaan. We willen toch dat hij zou vertrekken naar Mekka. En wat als we... Maak hem af. Huh? Maar als we dat doen, worden we aangevallen door zijn helpers. Wie gaat het doen? Je bedoelt, wie gaan het doen? De sterkste mannen van iedere familie doden hem samen. Dan kleeft Mohammeds bloed aan ieders handen. En zo... kan er geen wraak genomen worden. Goed idee. Mohammed, vrede zij met hem, wist van hun complot. Die nacht vroeg hij zijn neef Ali, mogen Allah hem zegenen, om in zijn bed te slapen, zonder dat Ali enig risico zou lopen. Wanneer gaan we naar binnen? We wachten even. Tot hij opstaat voor het ochtendgebed. En dan... De profeet, vrede zij met hem, bad de hele nacht. En één voor één vielen de moordenaars in slaap. Samen vertrokken ze uit Mekka en verscholen zich in een nabijgelegen grot. Zijn jullie op Mohammed aan het wachten? Ik ben hem tegengekomen toen hij de stad verliet. Dat is onmogelijk! Waar is hij? 100 kamelen voor degene die hem terugbrengt. Snel! Weet je dat zeker? Oh, ik ben zeker. Spoedig zullen jullie mij 100 kamelen schuldig zijn. Hmm.
Zit hij daar? Ik zie geen sporen. Oh, hij zit daar. Maar dat is onmogelijk. Kijk naar dat spinnenweb en kijk naar dat nest. Idioot. Later die nacht, voordat de profeet, vrede zij met hem, vertrok, keek hij nog een laatste keer naar Mekka. Hij heeft daar veel herinneringen. Zijn kinderen waren er geboren. Zijn vrouw was er gestorven. Hij zei, van alle plaatsen op Allahs aarde is Mekka mij het meest dierbaar. En als de mensen mij niet hadden verjaagd, zou ik niet zijn vertrokken. Niemand kan zo lang in de woestijn overleven. Misschien klopt het nieuws niet. Misschien is hij toch gepakt. Ze hebben hem niet gepakt. Hij zal hier zijn. Hij komt! De profeet komt eraan! Hoefden we niet meer bang te zijn om ons geloof te belijden. We maakten lange dagen en werkten hard, maar we waren gelukkig. Wees braaf tegen je leraar. Kom op, Padil. Ik ga papa en Malik helpen bij het bouwen van de moskee. Na je lessen. De profeet wil dat je leert lezen. Oh. Hey papa. Ik ga jullie helpen. Hoe gaat het voor? Oh. En voorzie haar bewoners met vruchten. Ongelooflijk. Mag ik nu naar de moskee? Dat mag, Adil. En voorzie... Voorzie haar. Ah. Voorzie haar. Voor de juffrouw van mijn kinderen. Het is prachtig. Boodschapper van Allah, laat mij dat voor u dragen. U bent de profeet. Jij moet even een pauze nemen. De profeet, vrede zij met hem, leerde ons dat alle moslims elkaars broeders en zusters zijn. Een gemeenschap die schouder tegen schouder in gebed staat. En hij verklaarde dat alle mensen in Yathrib als gelijke in vrede zouden leven, ongeacht hun afkomst of geloof. Kijk. Wat is dat? Hij roept op tot het gebed. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Abba, zijn wij de gelukkigste mensen ter wereld? Wat denk je zelf? Ik denk van wel. Of dat...
Yathrib werd omgedoopt tot stad van de profeet, El Medina. Dat was het. Alles wat de moslims ons hebben achtergelaten. Mooi. We nemen het mee op onze reis naar Damascus en verkopen alles. Het is nu van ons. Ze hebben al onze bezittingen afgenomen. En als ze terugkomen naar Damascus, zullen ze in Mekka handen vol geld hebben. Ze willen niet meer met ons handelen en we lijden opnieuw honger. O boodschapper van Allah, ik weet dat u geweld afkeurt, maar... Toen zei de profeet, vrede zij met hem, we zullen naar de karavaan gaan en nemen onze spullen terug. Mohammed verliet Medina met 300 man richting de karavaan. Ga naar Mekka. Laat ze zo snel mogelijk een leger sturen om onze waardevolle zaken te beschermen. Keer je om en neem de zeeroute naar huis. Ons leger moet morgenochtend vechten. Maar jij gaat in mijn plaats. Gesproken van! Vecht in mijn plaats. En dan scheld ik je schuld kwijt. Anders maak ik je ter plekke dood. Wat is dit? Eindelijk! Abu Jahl is slechts op 2 dagen afstand van het moslimkamp. Zeg dat ik geen gevaar loop en laat hem terugkeren. Anders leger is 3 keer zo groot als dat van hen. Dat is niet genoeg. Niet tegen Mohammed. Zeg dat hij teruggaat naar Mekka. Ik ben niet zo ver gekomen om nu al om te keren. Nee, al wat ik wil is Mohammed dood. Toen de profeet, vrede zij met hem, ontdekte dat we tegen een heel leger stonden, toen riep hij een raad bijeen. Ik geloof dat ik het laatste woord heb. Wat u kiest, zullen we doen. Toen zei de profeet, vrede zij met hem, ga heen met een hart vol geloof. Want Allah heeft ons de karavaan en een overwinning op het slagveld beloofd. Nabij Badr liepen ze het Mekkaanse leger tegen het lijf. Maak mijn speer gereed. Blijf dicht bij mij en help me Bilal te vinden. De strijd begon geheel volgens de traditie. Hamza trok zijn zwaard en riep 2 mensen bij hem. Ubaida! Ali! Ah!
Abu Lahab? Ik ben terug. Mijn schuld is verheffend. Nog één ding. Jouw neef heeft Allah aan zijn zijde. Help me. Zal niemand me helpen. Alsjeblieft. Die idioot! Ik had hem gezegd om te keren. We krijgen nog een kans. Daar gaat het niet om. We hebben de eerste keer verloren. Nu denken ze dat God aan hun kant staat. Geloof me, het zal onmogelijk worden hem te verslaan. Hij is maar een man. Nee, jij bent maar een man. Mensen zoals hij zijn zeldzaam. Ik zweer dat ieder goudstuk tegen hem zal worden ingezet. We kopen wapens en paarden. Ik zal Mohammed laten zien wiens kracht groter is. Mekka heeft een leger van 3000 soldaten. En ze komen eraan. Wij zijn maar met 700. Na beraad zei de profeet, vrede zij met hem. We zullen de vijand treffen bij de berg Uhud. Klaar voor, boodschapper van Allah. De profeet zegt dat we deze berg niet mogen verlaten. Ongeacht of we winnen of verliezen. Laat ze niet van achteren aanvallen. Ze hebben Hamza gedood. De Mekkanen trekken zich terug. Vecht! Vecht! Stop! Keer terug en vecht! Ze trekken zich terug. We moeten ons terugtrekken. Nee, nog niet. Kijk! Waar gaan jullie heen? Ik ga mee helpen vechten. Nee. De profeet zei dat je hier moet blijven. Maar ze vluchten. Naar het slagveld. Kom terug. Stop. Boodschapper van Allah. Om me heen. Breng hem naar de berg. Terugtrekken. Het is helemaal fout gegaan. Is Mohammed dood? Ik heb het zelf gezien. Luister naar me. Vandaag is de keerzijde van Badr. Vandaag hebben onze goden gewonnen. Onze doden zijn in de hemel. Die van jullie zijn in de hel. Geloof maar wat je wilt, als Mohammed maar dood is. Mohammed!
Mohammed leeft. Laat hem leven. Vertel hem dan dat voor iedere dode aan onze zijde er 4 aan jullie zijde zijn gevallen. Mohammed leeft. Ha, dit is de overwinning die Mekka heeft verdiend. Schiet op met het offer en kom hier, Abu Sufyan. Jij hebt ons hier gebracht. Mohammed leeft. Ja, en Gemza is dood en 70 anderen ook. Kom, laten we het vieren. Hoe kunnen jullie dit vieren terwijl jullie goed genoeg weten dat Mohammed leeft? Dan is dat dus duidelijk. Het gaat niet alleen maar om een oorlog tussen de moslims en Mekka. Nee. Iedere stamleider zweert dat hij niet rust voordat heel Arabië zich tegen Mohammed keert. Totdat de woorden Mohammed leeft worden vervangen door hij is niet meer. Het is gedaan met de islam. Niemand zal worden gespaard. We doen alles aan om Mohammed te stoppen. Tienduizend? We hebben legers verslagen die 2 of 4 keer zo groot waren. Maar 10.000? We kunnen ze niet tegenhouden. Ze zullen ons van verschillende kanten benaderen. Wat zegt u, boodschapper van Allah? Perzië, toen we vreesden voor de cavalerie, groeven we een gracht rondom ons. Is dit? Dit is nog nooit eerder gedaan in heel Arabië. We moeten wachten. Zoek een groep soldaten en leid ze naar de overkant. Nu! Hier proberen. Heer. Blijf het proberen en vul de kloof. We zijn al 30 dagen bezig. De mannen worden er moedeloos van. Praat met ze. Jij kunt ze moed inspreken. Maak ze enthousiast. Maak ze woedend. Dat zal niet volstaan. Ze denken dat God aan hun zijde staat. Goed dan. Bereid je voor een grote laatste aanval. Morgenochtend zullen we ze aan alle kanten belegeren. En zullen we ze overweldigen. Als God het wil, zullen we naar een paardenloopgraaf oversteken. We rekenen met ze af voor ze de stad binnenvallen. Maar als ze wel in de straten verschijnen... Gooien we dit uit het raam? Ja. Oh, Jack. Ik ben zo pijn. Wees gerust. Als we sterven, zullen we samen zijn in het paradijs. Vergrendel de deur als we zijn vertrokken. Thank you.
Nu kunt u bewijzen dat u machtig bent. Mohammed, vrede zij met hem, was ook aan het bidden. O Allah, openbaarder van het boek, degene die snel in oordeel is. Welke macht het ook is die Mohammed beschermt, vernietig het. Laat deze troepen verliezen. En toon deze moslims voor eens en voor altijd uw geweldige macht. Laat hen verliezen en laat hen beven.